Kijk. Oh, oh, oh. Oh nee. Hallo vrienden, vriendinnen, collega's, zoekers en mede-avonturiers. Vandaag gaan we weer lekker prikken in het water. En het is een speciale dag. Ik ben samen met wie? Tim Boni! Ja! En we gaan een wedstrijd doen. Wie de meeste punten kan scoren vandaag. Wie de vorige video hebt gezien weet al een beetje waar het over gaat. En er is een prijzenpakket. Dus hoe gaaf is dat? We gaan lekker beginnen. Ik sta te popelen. Kijk, dit is het puntenschema. Ik zal hem even uitleggen. Leeg geldkistje 5 punten. Vol geldkistje 10 punten. Lege kluis 10 punten. Volle kluis 20 punten. Een extreme vondst. Nader te bepalen, 50 punten. Vuurwapen, dan ben je gewoon de winnaar. En schroot is 1 punt. En dan hebben we hier, lieve kijkers, de troostprijs voor degene die heeft verloren. En deze twee zijn voor de winnaar. Ik sta een beetje te bibberen, want het is echt stervens koud. Let's go, we gaan beginnen, Vink. Nou, punt 3 is binnen. Een blikje in de water. Ja. Puntje 3. Wow! Even draaien. Ja, ik heb ook een punt. Hey! Wat is dit joh? Ho. Kijkers. Dat is een heel stootijzer haal ik eruit. Zo, wat een ding. Schitterend. Ik trek er een brandblusser uit. En hij doet het nog. Boven water, nou, er ligt nog een lijk. Maar kijk dan wat die vink eruit heeft gehaald. Hey. Hey. Dat was de laatste adem daarnet, denk ik. Oh. Ja, dat was het. Jammer, joh. Helaas geen spectaculaire beelden. Oh, een mooie telefoon. En nou, sleuteltjes. Nee, nou doet hij het niet meer. Dat is jammer, hè? Dat deed hij nog. Nee, de druk is helemaal weg. Er staat geen druk meer op. Geen druk meer op. Ja, zonde. Jammer, jammer. Ik denk, we gaan even een showtje weggeven. Ja, een spectaculaire beelden. Ah, ik heb nog een mooie oogvondst gedaan hier net. Kijk, kijkers, nog een mooie oogvondst. Hij ziet er wel een beetje eng uit, hoor, deze. Zo. Kijk. Oh, oh, oh. Oh nee. Wat? Wat is er gevallen? Het water. En mijn lepel is in het water gevallen. Man. Yes! Yes! Dat is gewoon goed! Hey, dat is mijn vondst! Nee, is mijn lepel. Dit is een mooi exemplaar. Echt met goud inleg. Ja, kikken man. Nou, gewoon 1 punt hoor, kijkers. 1 punt. MC Edos. Hey, Edos-staal, rostvrij. Rostvrij? Hè? Maar Edos-staal. Hey. Maar edelstaal, dat is toch goud? Ja. Misschien die inleg is toch echt goud dan? Ja. Laat hem een keer vallen. Ja, het zou zomaar kunnen. Ja, ouwe. Hey. 50 punten. Nou, dat vind ik niet eerlijk hoor. We schrokken net ons dood. Er zwom hier gewoon echt een dikke waterrat, jongen. Vooral Tim Odi kreeg de zenuwen. Maar ik moet zeggen, ik vond het ook wel een beetje eng. Hij zit weer bij jou hoor. Als zo'n beest je bijt, jongen, dan ben je de lul. Mag je niet zeggen. Mag je niet zeggen? Jawel. We zijn een kindvriendelijk YouTube kanaal. Ik wil geen schaap worden. Hé, hey, kijk eens. Een schroevendraaier, hoeveel punten is dat? Huh? Een schroevendraaier. Ja, 1 punt, want ik heb hier namelijk ook 1 punt. Een schroevendraaier. 1 punt zegt hij. En 5 cent. Oh. Hey, ja, maar ik heb zoveel munten. 5 cent.
Zo mensen, ik ben inmiddels weer thuis. Mijn paraplu ben ik onderweg verloren. Het was een hele leuke dag. Niet heel veel spectaculaire dingen gevonden. Ik heb de wedstrijd daardoor ook niet gewonnen. De prijsuitreiking kan je zien bij Timothy. Wel heb ik dit hartje nog gevonden. En dat heb ik geopend. En toen kwam ik een opgevouwen papiertje tegen met Chinese tekens. Mochten jullie hier meer over kunnen vertellen, laat het even achter in de reacties. Wat heb ik jullie nog meer te vertellen? Binnenkort de volgende magneetvis video. Dat wordt een video over een Tweede Wereldoorlog locatie. Ik heb een plek ontdekt. Tenminste, ik heb daar huiswerk naar gedaan. Helemaal uitgezocht. En daar is een oude sloot. En grote kans is dat daar Tweede Wereldoorlog materiaal in ligt. Dus misschien kunnen we nog een stukje geschiedenis bewaren van die locatie. Dus mijn volgende video, die gaat daarover, die gaat komen. Dus hou dat alvast in de gaten. Dan wil ik jullie voor nu bedanken voor het kijken. Ben jij nog niet geabonneerd? Abonneer dan eventjes. Is voor ons echt zeer belangrijk. Blijf het zeggen. Blauw duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. En tot snel.